We gaan over echte sport praten. Bas, nog 176 dagen te gaan. Weet jij precies welke dag het is dat je daar staat? 1 augustus om 9 uur 's ochtends. Ja? En 1 augustus, 9 uur 's ochtends. En speel je dan... We hadden Henk Grol hier, de judoka, die zei 5 wedstrijden, als het goed is. Is dat bij jou ook zo? Ja, toevallig ook 5. Ja? Ja, want het begint bij een tableau van 32 deelnemers. En dan, ik mik gewoon op die finale en dan heb ik 5 partijen voor de boeg. En dat is op diezelfde dag allemaal? Ja, dat is op 1 dag. Dus je begint 's ochtends en 's avonds weet je of je goud hebt. Hoe lang duren die wedstrijden? Die duren 3 keer 3 minuten met 1 minuut tussenpauze. En nee, joh. Gaat dus tot... daar ga je al die tijd voor oefenen? 3 keer 3 minuten? Per partij, hè? Ja. Of 15 treffers. Dus als ik een hele zwakke tegenstander tegen me overkrijg... Dan is het al eerder klaar. Dan is het hopelijk eerder klaar, ja. Is het zo kort omdat het zo vermoeiend is? Of wat ook, is het? Ja? Ook, nou, als je hier op de foto ziet, je hebt best wel een zwaar pak aan. En je bent natuurlijk constant op en neer aan het bewegen. Dit is geen Photoshop, bedoel je? Een klein beetje. Oh, toch. Klein beetje. Ja. Nou, het is fysiek zwaar, maar ook zeker mentaal. Want scherm is een, absoluut een tactische sport. Nu ga ik je een vraag stellen en het antwoord erop bewaren we. Okay. Waarom ga je goud winnen? En je mag niet reageren. Ja, nee, het antwoord moet je wel geven. Ik zeg alleen dat we het bewaren. Oh, ja, wij zijn het allemaal. Ja, als je het antwoord niet geeft, kan ik het ook niet bewaren. Ik denk, er komt reclame. Maar. Ja, eerst na de reclame vertelt Bas waarom hij goud gaat winnen. Nou, waarom ik goud ga winnen is omdat ik eigenlijk tot op het bot getergd ben. Dat ik afgelopen jaar, dus in 2011, 2 keer naast goud greep. Ik heb zilver gewonnen. Eigenlijk goud verloren op het afgelopen EK. En goud verloren op het afgelopen WK. Dus ik denk dat ik een hele gevaarlijke ben voor Londen. Hoeveel mensen zijn er die tot de top behoren? Die top is heel breed. Ik denk dat er zo'n 80 tot 100 man kans maken voor de Spelen om zich te kwalificeren. En is er een soort officiële ranking zoals bij tennis? Ja, er is een world ranking. Exact zoals bij tennis. Daar sta ik op dit moment 5e op. Dat is geen medaille, hè? 5e. Dat is geen medaille. Nee. Nee. Maar dus je hoeft waarom niet, ga je goud winnen? Je hoeft niet op 1 te staan om de beste te zijn. Of om goud te winnen. Er kunnen er 30 à 40 goud winnen. En daar hoor ik bij. Juist. Er is niet met tennis een Federer, een Djokovic, een Murray en een Nadal die altijd bij de beste 4 komen. Bij het schermen komt er niemand 2 keer achter elkaar bij de beste 8 op een World Cup. Okay. De concurrentie is gewoon heel groot. En dat maakt het mooi, maar ook wel heel lastig. Zullen we eens kijken hoe het eruit ziet? Ja. Ja, je zei net al op de vraag van Paul waarom je goud ging winnen, omdat je eigenlijk zo opgeladen bent. Hè? Omdat je zegt van er zijn een paar keer is het even misgegaan. Maar hier zie je ook wel door de ontlading je moet dus je kennelijk ontzettend opladen als je daar staat. Ja, normaal ben ik een vrij rustige jongen, maar daar dat was de eerste keer voor mij dat ik op de Olympische Spelen stond. Ja. Toen had ik nog niet zoveel mentale training gehad als nu. Mijn vader zit daar. Ik zag hem al zo naar beneden kijken. Want ja, dit is een beeld, daar komt de testosteron bijna uit mijn neus. Ja. En daar ben ik ook niet zo trots op. Wel op die partij, maar niet hoe ik daar met mijn emoties omga. Want nu, dat hoort eigenlijk niet, bedoel je? Wel, dat hoort wel bij het scherm. Maar nu ben ik veel rustiger, ben ik veel geconcentreerder. En dat wat ik net zei, het is een tactisch spel en ook heel mentaal. Kijk, ik was heel zenuwachtig daar. Mijn tegenstander ook in Peking. Hij was de grote kanshebber. Ja. Ik zat een dag voor het toernooi zat ik in een taxi. En er was een reclame van een bekend Duits automerk. En daar zag ik een van de gezichten van het scherm. Dat was hij. Dus hij was echt een grote jongen. Dus ik stond daar op een gegeven moment in Peking. En ik dacht van, ja, ik ben zenuwachtig. Maar jij moet nog zenuwachtiger zijn. Want er zitten miljoenen Chinezen naar jou te kijken. Juist. En dat speelt ook zeker mee bij het scherm. Zullen we even uitleggen hoe het werkt? Want dat weet niet iedereen. Ik bijvoorbeeld niet. Dus wanneer scoor je een punt? En wat je in de hand hebt, dat is een degen, geloof ik, hè? Ja. Heeft iedere schermer dat? Of zijn er ook nog andere steekwapens beschikbaar? Nou, je hebt binnen het schermen degen, floret en sabel.
Ik scherm het onderdeel degen. Ja. Je kan niet in drie disciplines goed zijn. Je moet vergelijken met tennis, badminton en tafeltennis. Het is heel verschillend. Nou, hier zit een puntje op en eigenlijk werkt het heel simpel. Dit puntje moet je indrukken tegen je tegenstander. En dan gaat er een lampje branden. En dus het lichaam is wordt elektronisch geregistreerd wie het eerste punt heeft gescoord. Ja. Ja. En om te vermijden dat je schitterende gezicht wordt geraakt, heb je een scherm voor. Ja, je hebt een masker, die heb je op. Dat is eigenlijk puur voor de veiligheid, want zo'n ding die kan op vervelende plekken terechtkomen. Nou, je hebt ook zo'n vest aan, dit is alleen mijn vest, maar je hebt ook een broek. Hier zit Kevlar in. Ook hier zit Kevlar in, dat zit bijvoorbeeld ook een kogelvrije vest. En dat is allemaal voor de bescherming, dus het is ook nog eens een hele veilige sport. Ja. Heb je dan ook een strategie om je tegenstander, los van het feit dat je de snelste moet zijn met puntenscoren, maar om hem op een of andere manier te beïnvloeden? Ook. Mag je bijvoorbeeld uitschelden van tevoren of is dat ongebruikelijk? Nou, als je het heel zachtjes doet, als een scheidsrechter niet hoort, dan zou het kunnen. Gebeurt het? Die beelden die net te zien waren, was tegen een Chinees. Daarna moest ik tegen een Zwitser, die was iets minder vriendelijk. En die heeft me voor elk vervelend scheldwoord dat je maar in het Engels kan bedenken, heeft hij me uitgemaakt. En helpt dat? Ik bedoel, mij hielp het. Want? Ja, want dat is dan een teken voor mij dat hij gewoon wanhopig is. En ik denk alleen maar van dat is zijn relatie redmiddel en daar word ik alleen maar sterker van. Maar bij het schermen speelt lichaamstaal bijvoorbeeld ook een hele belangrijke rol. Kijk, je hebt zo'n masker op, dus je ziet niet de gezichtsuitdrukking. Maar aan de lichaamstaal van mijn tegenstander kan ik precies zien hoe die zich voelt. En ik kan ook faken hoe ik me voel. Kun je dat iets duidelijker maken? Kun je laten zien wat voor een houding je inneemt om te faken dat jij sterk bent? Kijk, ik kan bijvoorbeeld faken als ik 10-7 achter sta, dat ik het niet meer zie zitten. En ik laat mijn schouders hangen en denk mijn tegenstander van, hij ziet het niet meer zitten. Terwijl ik denk van, en nou heb ik een actie, daar ga ik hem mee verrassen, waardoor ik weer terugkom. Ja. Nou, als je dan 10-8, 10-9 maakt, dan begint hij toch weer te twijfelen. Van, hij liet net zijn schouders hangen en nou komt hij toch weer terug. Dus zijn dat dingen want je had het net over mentale training, is dat iets wat je daar ook leert? Bij zo'n mentale training, always in control te zijn? Niet. Dat komt eigenlijk een beetje van mezelf uit. Hoe ik mijn tegenstander voor de gek hou. Mentale training is vooral gericht op het focussen tijdens een wedstrijd, voor een wedstrijd. Dat is ook heel belangrijk bij het schermen. En daar werk ik samen mee met sportpsycholoog Rico Schuijers. En die heeft me de afgelopen jaren heel goed bij geholpen. En echt, zeker tijdens het EK en het WK probeer je, want dat zijn de belangrijke toernooien, daar probeer je gewoon in een soort flow te komen. En daar heeft hij mij echt handvaten voor gegeven om goed te kunnen focussen. Ja. Nou, lazen wij bij de voorbereiding van dit gesprek dat jij een strategie hebt. Dat je bijvoorbeeld iemand in het nauw brengt. En dat diegene dan een beweging maakt. En daar kan je dan iets mee. Kun je dat uitleggen? Ja, dat kan ik heel uitleggen, maar ik kan dat ook demonstreren. Ja, nou is Geert-Jan Knoops dus ook een schermer? Nou, ik heb in mijn marineopleiding wel geschermd, maar ik wil me zeker niet meten aan de heer Verwijlen. Uiteraard niet. We hebben net wel even gespart voor dit programma. Zou je het met Geert-Jan Knoops kunnen uitleggen? Als Geert-Jan de andere... Ja. Is dat oké? Okay? Ja, doe er even bij. Moet je jasje uit of... Nou! Misschien wilt u nog afscheid nemen? Of... We hebben ook een andere advocaat voor u eventueel, hoor. Nou, dat hoop ik niet. Succes. Nou, normaal gesproken moet natuurlijk een complete uitrusting aan worden getrokken. Ja. Maar, rechtshandig, hè? Vertrouw meneer wel. Begrijp ik. Ja, rechtshandig. Dat is mijn handicap. Ik ben linkshandig, maar zo. Nou, zo. Ja. Kijk, nou, wat je net zei van die tactiek. Kijk wat ik al geleerd van de heer Verwijlen. Wat ik probeer is mijn tegenstander zo in het nauw te brengen. Want die loper heeft een bepaalde afmeting. En daar zit een einde aan. Dus anders zou je kilometers door kunnen rennen. Maar op een gegeven moment probeer ik hem in de buurt van die achterlijn te drukken. Volgens mij moet u iets nog naar die kant. Ja, probeer ik hem in de buurt van de achterlijn te drukken. En dan heeft ieder mens een oerreactie. Dat kunnen verschillende dingen zijn. Dus stel, ik doe dit. Kijk, zijn eerste reactie was een klein beetje met zijn wapen naar beneden en achteruit. En een stap naar achteren. Ja, nou, stel dat ik dat nou de volgende keer doe, dan is het 80% zeker dat hij weer dezelfde actie maakt. Ja. Nou heb ik gezien wat hij doet. En nou heb ik mijn actie al klaar.
Juist. En zo probeer je je tegenstander eigenlijk in het nauw te drukken, waardoor die oerreactie naar boven komt. En daar je test het één keer uit, dan weet je wat zijn oerreactie is en dan kan je de volgende keer daarop reageren. Ja, maar goed, je hebt natuurlijk ook hele slimme schermers die... Hij kent mijn reactie nog niet. Mijn oerreactie, mijn Geert Jan van Aan. Maar je hebt natuurlijk hele slimme schermers die faken alsof ze bijvoorbeeld voor gaan steken. Ja. Maar als je uiteindelijk echt de actie maakt, dus als je echt dichtbij komt, dat ze dan gaan afweren. En zo krijg je zo'n heel tactisch spel. Kunnen we andersom ook zien wat jouw oorreactie is? Nou, geweldig. Goed. Bedankt. Dankjewel. Ja. Nog heel even over dit pak, hè? Want wij hebben voor dit programma ook eventjes de degen mogen voelen. Echt scherp is hij niet. Nee. Ik kan me voorstellen voor je ogen dat je dit masker draagt, maar waarom is dit pak dan toch nog zo belangrijk? Nou kijk, dit wapen, deze degen, die bestaat uit verschillende onderdelen. En de kling, die is gemaakt van staal. Ja. En stel dat afbreekt, dan kan er nog wel eens een scherpe punt aan zitten. En nou is dit pak, en je hebt ook van hetzelfde materiaal heb je een broek aan en je hebt een masker op met een K-lab. Hier zit dus Kevlar in en een mes of een scherpe punt, die kan daar niet doorheen. Dus dit is gewoon echt heel, heel veilig materiaal. Maar je kan er nog best blauwe plekken overhouden, toch? Ja. Ik heb best wel blauwe plekken gehad toen ik schermde. Oh, je hebt geschermd. Oh, een leuk. Tijdje niet lang. Verkeerde genomen. Zoek haar oorreactie eens op. Ik denk niet dat je dat willen zien. Maar, Maar je kan, het ergste wat je dan overhoudt qua als je geraakt wordt, is een blauwe plek. En ja, je kan ook wel eens op vervelende plekken geraakt worden. Maar mijn vader zegt altijd van je hebt niet voor niks zo'n ding in je handen. Dan moet je me afweren. En daar ben ik mee eens. Heeft u toevallig ook tegenstanders die uit Egypte komen tijdens het aankomend. Want gelet voor op de onvlambaarheid van de Egyptische tegenstanders. Ja, precies. Nou, met schermen zijn ze heel netjes, moet ik zeggen. Je weet voetbal niet. Maar er is een grote kans dat een Egyptenaar zich plaatst. Want in Afrika, met alle respect, is het iets makkelijker om je te kwalificeren voor de Olympische Spelen dan een Europeaan. Neem niet weg dat het hele goede schermers zijn. En dat zou best eens kunnen dat ik tegen Egyptenaar uitkom. Wij gaan allemaal naar je kijken. Op 1 augustus was het, hè? 1 augustus, hele dag voor de buis.